het belang van de richting biologie en health is dat er altijd gekeken moet worden naar wat voor effect de omgeving op het lichaam gaat hebben. Ik ben Gijs, ik ben 21 jaar en ik heb gekozen voor de richting biology and health van gezondheidswetenschappen. Dit heb ik gekozen omdat ik het menselijk lichaam heel erg interessant vind en daar graag meer over wil leren. En omdat je door de labvaardigheden de studie in de praktijk brengt. Richting Biology and Health kijkt naar verschillende invloeden op het lichaam. Dus voeding, bewegen, maar ook interne factoren. En dat proberen wij te doen door te studeren uit boeken. Maar ook door zelf te gaan kijken met het lab of met echt practicals. En dan daarvan zeg maar gekeken hoe het in het lichaam allemaal werkt. Binnen een blok gaat het om één centraal thema. Waar we niet per se vakken hebben, maar waar eigenlijk ieder lecture of onderwijsgroep gaat over het thema. Ik heb net hier in de BIEB mijn lab voorbereid. En nu gaan we kijken in het lab of het ook echt klopt wat ik gelezen heb. Het onderwijs in Biology and Health is ook heel erg praktijkgericht. We komen namelijk in aanraking met bijvoorbeeld labvaardigheden. Zo gaan we dus in een van de blokken ook naar de snijzaal en dan gaan we echt kijken in het lichaam hoe het allemaal eruit ziet. Dan kun je echt voelen en beter zien dan een boek. Zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in de Master Health Food and Innovation Management. En je gaat hier eigenlijk kijken hoe je voedsel kan verbeteren of onderzoek doen aan voedsel. Biology and Health is best wel breed. Je blijft ook enigszins op de oppervlakte wel, maar daardoor leer je wel heel veel over heel veel verschillende aspecten van gezondheid. Je kunt een soort brugfunctie vervullen tussen onderzoek en de geneeskunde zelf. Oh, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoeg hebben laten zien over Biology and Health. En ik zie jullie graag hier op de Unie rondlopen. Hallo, ik ben hier. Wil je meer weten over het studentenleven in Maastricht? Volg me dan op Instagram. Tot snel!